de zorg, hoe rustig ze zijn, de manier hoe ze met de mensen omgaan, de verhalen die verteld worden, wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. Dat is gewoon uniek. Veel mensen zijn heel tevreden over ambulancezorg, blijkt uit onderzoek. Ook kwam naar voren dat de informatie over ambulancezorg beter kan. Zodat mensen beter weten wat ze kunnen verwachten van ambulancehulpverleners. Daarom begon Ambulancezorg Nederland een landelijke publiekscampagne. Met in de hoofdrol de ambulanceverpleegkundige, de ambulancechauffeur en de meldkamercentralist ambulancezorg. Ook was er aandacht voor de zorgambulancebegeleider. Kortom, de mensen van de ambulance. Een brainstorm met ambulanceprofessionals leverde veel informatie op voor de campagne. Er is gekozen voor 3 thema's. Als je 112 belt, in het verkeer en bij zorgverlening. Er zijn filmpjes gemaakt waarin de mensen van de ambulance vertellen over hun werk. Ook geven ze tips aan het publiek. Bijvoorbeeld over wat je kunt doen als er een ambulance met spoed aankomt in het verkeer. Heel veel mensen denken dat wij, als wij komen, dat wij de mensen oppakken en meteen vertrekken naar het ziekenhuis. Verleent sowieso zorg. De website demensenvandeambulance.nl werd gelanceerd. Ook zijn enkele animaties gemaakt over de ambulancezorg in Nederland. Meldkamer ambulancezorg, goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Die vraagt waar u bent, wat er aan de hand is en beoordeelt snel de situatie. De centralist besluit dan of de ambulance nodig is. De ambulanceverpleegkundige is hoog opgeleid en kan ter plekke de zorg verlenen die nodig is. De ambulancechauffeur verleent hierbij medische assistentie. Minister Schippers gaf het startsein. Vanaf dat moment kwam je de mensen van de ambulance overal tegen. Op social media, maar ook in het openbaar vervoer. In ziekenhuizen, bij huisartsen en huisartsenposten, bij grote evenementen en op de ambulances zelf natuurlijk. In cafés en restaurants hingen posters en boemerangkaarten. Diverse kranten hadden aandacht voor de mensen van de ambulance. Net als een aantal tv-programma's. En ook op de radio waren ze meerdere keren te horen. Op social media waren steeds nieuwe tips en informatie over ambulancezorg te vinden. Die werden goed geliked en gedeeld. De mensen van de ambulance werd hashtag DMVDA op social media. Die hashtag namen velen al snel over in hun berichten over de ambulancezorg. In de afgelopen jaren was DMVDA meerdere keren trending topic in Nederland. De infographics deden het goed. Die over de ambulance in het verkeer werd zelfs ruim 320.000 keer bekeken en ruim 2.500 keer gedeeld. De aanhang op Facebook en Twitter groeit nog dagelijks. De filmpjes, blogs, animaties en informatie worden goed bekeken en gedeeld. Ook blijft zo de website onder de aandacht. Op het weblog demensenvandeambulance.nl vertellen professionals over wat ze meemaken in de praktijk en hoe ze daarmee omgaan. Deze verhalen zorgen steeds weer voor ontroerde lezers. In de reacties komt het woord respect opvallend vaak voor. Meer verhalen staan ook in het boek De Mensen van de Ambulance, dat in 2016 werd gepresenteerd bij de Landelijke Ambulance Challenge in Harderwijk. Uit de campagne-effectmeting in 2016 bleek dat een kwart van Nederland de campagne had gezien. En bij het imago-onderzoek Ambulancezorg in 2017 bleek dat mensen onverminderd een groot vertrouwen hebben in ambulancezorg. De ambulance, er komt meer bij kijken dan je denkt. Je kunt altijd op ze rekenen. Kunnen ze ook op jou rekenen? Aan die oproep werd gehoor gegeven. En dat is goed. Want het helpt als een 112-beller snapt dat hij een zorgprofessional aan de lijn heeft en weet wat hij kan verwachten. Ook helpt het als mensen weten hoe ze in het verkeer veilig ruimte kunnen maken voor een ambulance met spoed. En wat ze het beste kunnen doen of laten als ergens ambulancezorg wordt verleend. De campagne heeft dat op een positieve manier onder de aandacht gebracht. De mensen van de ambulance. Altijd paraat en professioneel. Ambulancezorg, dat doen we samen.